Nou, lijkt me een doodsteek voor de culturele sector van Maastricht. Hier, dit is de plek waar het gebeurt. Dit is de plek waar volgens mij alle culturele mensen bij elkaar komen. Alle culturen bij elkaar komen. Als je kijkt wat hier rondloopt, het zou een zonde zijn als dit niet meer kan. En zeker hier in de binnenstad van Maastricht. De doodsteek voor cultureel Maastricht. Zo noemen gebruikers van het landbouwbelang de dreigende sluiting van de broedplaats. De gemeente, eigenaar van de grond, wil de plek voor 18 miljoen euro verkopen. Een besluit over de herbestemming, waaronder woningbouw, volgt binnenkort. Voor het landbouwbelang was het afgelopen weekend reden om een protestactie in begrafenissfeer te houden. We weten de einddatum nog niet, dus er kan ook van alles gebeuren. En dit is een soort van metafoor naar het systeem, naar de stad, naar de politiek. Als je zeg maar ons verwijdert, dus als wij doodgaan, als het landbouwbelang doodgaat eigenlijk door de gemeente, dan hebben we het daarom in een soort van begrafenisvorm vandaag gedaan. Eerdere gesprekken met de gemeente over een nieuwe eigen plek haalden niets uit. Sluiten zou volgens de gebruikers een enorm gemis zijn. Als alles wat er gebeurt in het landbouwbelang, van alle initiatieven, feestjes, organisaties, mensen die hier wonen, mensen die het pand bezoeken, als het allemaal verspreid gaat worden over de stad, is het niet meer de community. Dus we hopen eigenlijk dat we iets vinden waar iedereen weer naartoe kan gaan om het landbouwbelang ergens anders voor te laten bestaan. Het is zo'n grote creatieve omgeving voor kunstenaars, muzikanten, mensen die hier gewoon willen komen chillen. We hebben een foodbank, we hebben een doorgeefwinkel, we hebben een fitnessstudio boven. We hebben heel veel evenementen. Als dat wegvalt, omdat het hier ook gewoon kan, waar gaat datgene dan naartoe? Dan is er niks meer. Ik vind Maastricht is veel van hetzelfde en we hebben ook iets anders nodig dan chic en schoen. Ik ga nu heel vaak naar Luik of naar Keulen of naar Aken uit, omdat Maastricht toch wat minder te bieden heeft. En Maastricht wordt alleen maar een woon- en werkstad, maar geen stad om te leven. Ja. En dus ging er zaterdag vanaf het landbouwbelang een doodskist op tour. Gedragen door de straten van de stad met als eindpunt het Moza Forum. Alles om nog eens een keer de stemmen te laten horen. Awesome, there are so many people. All of you guys together with us.